Petrus, niet voor engeltjes. Tu as dû faire quoi avec le groupe? Bah, l'idée c'était de construire un pont, donc il y avait le matériel qui était dispatché un peu ici à travers le bois ici, et voilà, il y en a qui étaient à vélo qui allaient chercher le matériel, et il y en a d'autres qui allaient dans d'autres endroits pour chercher le matériel. Et il y avait comme Charlie et Franck qui s'occupaient un peu de l'architecture, comment il fallait faire. Et voilà, où il y avait Oli et Steve qui se chargeaient de discuter avec le chef d'œuvre, celui qui disait comment il fallait faire le pont. Et je pense que c'est un travail de groupe et que tout le monde s'est impliqué. Et c'est très important que tout le monde met la main à la pâte et que tout le monde travaille ensemble. Ouais, het is een moment van coaching, van communicatie, om te zien of dat je, ja, zeg maar, je team elkaar goed begrijpt. En dat vind ik uiteindelijk het belangrijkste. Je begint met een... Ja, met veel onduidelijkheid, hè, want de opdracht is wel duidelijk, maar het zoeken moet je zelf doen. En dan zie je wel, naar gelang dat alles in elkaar past, dat er een groot engagement is. En uiteindelijk, wat ik tof vond, is dat iedereen op de brug stond en dat ze zelf gemaakt hebben. Of dat ze nu sterk was om daar lang op te staan, dat is weer een andere zaak. Maar ik vond het wel leuk, vooral naar het einde toe, dat iedereen echt naar dat doel ging. Wat heeft de kapitein geleerd van de teambuilding vandaag? Goh. Dat we een team zijn, hè. Dat we het tot het goede einde gebracht hebben, zal ik maar zeggen. Dat we inderdaad die brug gebouwd hebben, dat was fantastisch. Op een bepaald moment zag ik even niet meer goed zitten, want we hadden niet veel tijd meer. Maar het is uiteindelijk toch goed gelukt. En ik zeg het, op zo'n dagen leert je de jongens toch weer wat beter kennen. Hè. Dat is ook de bedoeling ervan. En ik denk dat iedereen daar beter van wordt en zeker de groep sterker van wordt. En dat is de bedoeling. Ook om de nieuwelingen te integreren? Jawel, zeker. Ik zeg, dat zijn de ideale momenten daarvoor. Hè. Je ziet ook een beetje de jongens die het initiatief gaan pakken, die hun eigen mening durven te zeggen. Dus ik zeg, daar zijn die dagen voor. Qu'est-ce que tu as appris comme teamleader? Oui, aujourd'hui, le teambuilding, c'était important pour tout le groupe. Pour nous, c'était, et pour le coach, je pense aussi, c'était important de faire une activité tous ensemble. Ça nous permet de mieux nous connaître aussi et de représenter une équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers cette activité, c'était très bien. Ik heb heel veel engagement gezien van eigenlijk van heel veel spelers. Soms heb je een keer een engagement minder, maar dan denk ik van ja, misschien is dat net dan een anders sprekende of iemand die het moeilijker begrijpt. Maar als je dan een beetje coaching komt van een andere kant van kijk goed, knijp die koord of doe dat, dan staan ze erbij. Het is niet altijd gemakkelijk. Ik kreeg een opvallende opdracht mee, u een beetje afzijdig houden en ook mee observeren. Oh ja, observeren doe je bijna iedere dag al, zouden we zeggen. Maar ja, inderdaad, ik had de opdracht om zo weinig mogelijk te doen. Dus dat was ook wel een beetje apart. Maar ik ben gelijk de groep een beetje ontvlucht en de opdracht gaan doen. Weet wel dat ik niet te veel ertussen zat. Want ja, weet wel, je wilt je toch altijd ergens mee gaan moeien, omdat dat een beetje in je natuur zit. Maar oké, het is allemaal goed afgelopen, maar heel blij daarom. Dit was een verhaal dat iedereen kon doen. En dat ik eigenlijk finaal wel heel leuk vond, de gedachtegang van eerst die kleinere, de minst zware spelers in de midden. Servi bijvoorbeeld. Ja, maar ik vond dat leuk. En hij nam ook onmiddellijk het initiatief. Ik vond dat goed dat we daar, zelfs in die finale fase, onder tijd, dachten ze nog na. En dat vond ik, dat vond ik wel boeiend. Als je het in twee zinnen moet zeggen, wat moet Frankie Dury hieruit onthouden? In twee zinnen. Vooral dat het einddoel, de brug, als iedereen goed weet wat dat zijn taak is om die brug te bouwen, dan komt het daar. Als er een paar zijn die niet goed weten van oei, wat ga ik nu doen? En ze zien dat niet. Dan wordt dat natuurlijk wel een heel pak moeilijker. Maar zoals we vandaag gezien hebben, een team waarbij dat iedereen weet wat dat zijn rol is, dat kan niet anders dan succes hebben. Om filosofisch af te sluiten, er zijn bruggen gebouwd naar komend seizoen. I hope so, want uiteindelijk, bon, je weet, succes draait, succes van een team en een team vormen draait rond resultaten. Dat kun je niet aan onderuit. Dat waar hem in het verleden al nu meemaakt in de positieve en de laatste twee jaar in de negatieve. That's life, daar kun je niks aan doen. Maar we bouwen aan een team. En ik vind, ik heb al dikwijls gezegd, teambuilding is iets van iedere dag. Dus wat we vandaag gezien hebben, moeten we eigenlijk morgen kunnen verder zetten. En nu zitten we in de derde en de vierde week. Nu gaan we naar zeer specifieke trainingen gaan, doelgerichte trainingen, om dan in de vijfde week, wat hebben we nog nodig? En dan in die laatste week ons echt te focussen naar de competitie. Maar alles hangt of staat met resultaten. En ik hoop dat de resultaten onze leiden naar, ik zou zeggen, naar de goede wegen. Ze hebben zeker een brug gebouwd voor dit seizoen, zal ik maar zeggen. En we gaan er
weer vol tegenaan gaan. Dit is in nog 4 weken voorbereiding. En ik zeg het, het is al goed aan het kribbelen om aan de start van de competitie te beginnen.